Deze week heeft ADO Den Haag de optie gelicht om verder te gaan met zijn eerste doelman, Gino Coutinho. Dat betekent dat Coutinho nu een contract heeft, ook voor het volgende seizoen, 2012. Ik heb het heel erg naar mijn zin hier en ik heb ook het gevoel dat ik hier gewaardeerd word. En wie is dit? Dit is Santiago Villafran, een Argentijnse rechtsback die op proef is bij ADO Den Haag. Hij speelde eerder bij het B-team van Real Madrid en speelt nu bij Boca Juniors, Argentinië. František Kubek, hij is terug uit Slowakije waar hij uitrustte. Hij heeft vrijdag voor de eerste keer weer volledig meegetraind met de groep. Maar hij zal tegen de Graafschap nog niet in de basis beginnen. Ahmed Ammi speelt niet als rechtsback, hij is geblesseerd. Geen Piqué ook als linksback. Lewin speelt rechtsback, Koem centraal met de Rijk en linksback wordt Bosgaard. Verder dezelfde elf als vorige week. ADO Den Haag is hot, je ziet steeds meer vaantjes aan achteruitkijkspiegels. Maar Henk Patat is creatiever. Hij heeft zichzelf en ADO Den Haag op zijn splinternieuwe vrachtwagen geplakt.